Hallo, u kijkt naar een uitzending van Disha Media. Vandaag een programma over een bijzondere missie, Arcus U 2017. Veteranen die interlands gaan spelen op Aruba, Curaçao en Suriname. Vanavond spelen ze hun eerste wedstrijd in Curaçao. Wij zijn gisteren aangekomen hier en de eerste indruk van deze prachtige eiland is fantastisch. Fantastische mensen, mooi weer, lekker eten. Vanavond spelen we dus onze eerste wedstrijd tegen SV Willemstad. Dat is onze voetbalmissie. Ik hoop op een sportieve wedstrijd en een mooie klinkende overwinning op SV Willemstad. Mocht dat niet het geval zijn, dan hoop ik dat onze spelers niet teleurgesteld zijn. En bij de volgende wedstrijd pakken we ons en pakken we alsnog de winst. Ja, de wedstrijd is heel snel begonnen met de gigantische druk van de tegenstander. We hebben ook tegendruk gegeven. We hebben ook de kans gehad, toen heb ik de eerste doelpunt ook gemaakt. Daarmee hebben we onszelf ook in de voorsprong gezet. Over en weer was er enorme druk. Helaas hebben zij een penalty gekregen. We vinden het onterecht, want dat is geen hens geweest. Daardoor is de wedstrijd een beetje gekanteld van hun kant. En daarmee is het ook een beetje minder aan onze kant geweest. En zo is de wedstrijd ook verlopen en hebben ze kansen gehad en gescoord. We hebben op cruciale posities ook moeten wisselen. We hebben ook 5 man gewisseld. Daardoor gaat de wedstrijd ook heel anders lopen. Maar onze voorkeur is om iedereen te laten voetballen. En daardoor hebben we niet eigenlijk in dezelfde opstelling door kunnen voetballen. Anders had het toch wel wat verschil kunnen uitmaken. Maar het plezier gaat bovenop aan. We wonen al 30, 35 jaar, de meeste jongens in Nederland. We zijn een ander klimaat gewend. Ik vind het wel prettig, in die zin niet zo erg als in Suriname. Vorig jaar ben ik in Suriname geweest. Veel warmer, veel klammer. Hier waait het wel. Dus, maar toch is het wennen voor de meeste jongens met deze temperatuur voetballen. Maar goed, we hebben toch lekker kunnen voetballen met het team. We gaan alles op alles zetten. We hebben hier een fantastische tegenstander gehad. Dat is, en we hopen ook in Aruba gewoon een hele sportieve team tegen te komen. En ook eveneens in Suriname. Dus daar gaan we voor. Ik wil jullie namens onze vereniging met een bijzondere missie onder de naam Arcus U Aruba Curaçao Suriname. We hebben gezegd, die eerste wedstrijd gaan we cadeau geven. Dat hebben we gedaan. Maar vanaf de tweede op Aruba, volgt die ons hoor. Die gaan we niet meer verliezen. Jullie waren een bijzonder goed elftal, een geweldig elftal. We hebben een beetje geleerd van jullie voetballen. We willen jullie hartelijk bedanken dat jullie tegen ons willen spelen. En dit allemaal geregeld hebben. Namens de groep willen wij jullie allen een herinnering geven. Ik weet niet of de juiste benaming erop staat, maar het is uit een goed hart. Ja? Hartelijk dank voor het willen spelen. André, waar is Eugène? De wedstrijd waar
wij eigenlijk een beetje tegenop zagen. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd verloren. Na afloop hebben wij gezegd van nou, een geweldige wedstrijd speelt. Maar zoals we vooraf aangekondigd hadden, staat sportiviteit hoog in het vaandel. En dat hebben we vandaag laten zien. Na afloop was gewoon een geweldige sfeer. En we hebben respect gehad voor de tegenstander en de tegenstander ook voor ons. Ja, wij gaan verder de traditie voortzetten. We gaan nu wedstrijden moeten winnen. En dit was een proef. Maar ik benadruk het wel dat sportiviteit boven alles gaat. Ja. Kom nog eens, kom nog eens. Kom, Josephine. En we zitten hier gezellig nu even na te praten, na te babbelen, na te borrelen. En wij maken ons verder op voor ons volgende wedstrijd. En dat is Paruba. Maar we gaan eerst lekker feesten. Wat is je? Mooie ogen, grote code en een boren tips. Bij jou geen tips, dan zeg ik feliciteer. De volgende ochtend worden we na het ontbijt blij verrast door een optocht van ongeveer 200 à 300 kinderen die zingend over straat liepen. Het was mooi om dat te zien. Logo, logo, wat? Ik is zaken zo'n portret, maar wie heeft mezelf gespeeld? Karga, Amina en de Brina Prins. Ja, dat was dat door jullie ooit. Voel dat jullie niet, maar zo dat was het pak. De planning voor deze dag is een tour door Curaçao. Ja man, ja jongens, everybody happy? Yes. Curaçao is sinds 2010 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Tot die tijd behoorde het tot de Nederlandse Antillen. 104! 104! Heer Boudou, hoe staat het leven? Prima. In de late namiddag stond er nog een barbecue gepland bij familie Marta, ouders van onze speler André. Het was heerlijk en erg gezellig. Hey, champagne, heb je André een heel hartstikke leuk tegen? Je moet meer in de foto aan. Meer tegen? Naar de kaart, voor de champagne. Na de barbecue zijn we nog met z'n allen op stap geweest en hebben we genoten van een prachtige avond op Curaçao. Curaçao voor altijd in onze harten gesloten. Op naar de tweede missie, Aruba. Bedankt voor het kijken en tot de volgende uitzending.